Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken en dit keer met jullie een blik werpen op Ten, uitgegeven door White Goblin Games. Het is een spel voor 1 tot 5 spelers waar je ongeveer een 15 tot 30 minuutjes mee bezig bent. En in dit spel probeer je setjes te verzamelen in de 4 verschillende kleuren en zoveel mogelijk aan één gesloten, want dat levert uiteindelijk punten op. En dat doe je door kaarten open te draaien en op het juiste moment te stoppen, zodat jij precies krijgt wat je nodig hebt. Degene die uiteindelijk de meeste punten weet te verzamelen, wordt de winnaar van Ten. Dus laten we maar eens kijken wat er in het doosje zit. Het spel is bedacht door Molly Johnson, Sean Stankovic en Robert Melvin. En wij krijgen de spelregels in het Nederlands en die zijn prima. Ze zijn overzichtelijk weergegeven. Het spel heeft een aantal kleine regeltjes die op bepaalde situaties van toepassing zijn. Maar het staat allemaal stapsgewijs met voorbeelden uitgelegd. En achterin nog een flop variant, de solo variant. Verder krijgen wij de flopfiches. We krijgen de fiches waar we mee betalen, gewone geld. Reference kaarten, en dat hebben ze ook nog wel slim gedaan. Een van die reference kaarten heeft een startspelerpion erop. Dus daar kun je ook nog eens een keer de startspeler mee beoordelen. En we krijgen een hele set aan kaarten die we gaan gebruiken om de setjes te completeren. Dat is wat er in het doosje zit. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Ik heb mijn voorbeeld even opgezet voor 2 spelers. Elke speler begint met 4 munten. Je gebruikt een reference kaart, zoals ik al zei, om aan te tonen wie, of aan te geven wie de startspeler wordt. We schudden de kaarten. We leggen het geld en de flopfiches in de algemene voorraad. En als je met 2 spelers speelt, dan verwijder je de kaarten met onderin een 3 en 4 symbool uit het spel. Die doen niet mee voor de balancering. En dan ben je klaar om te gaan beginnen. Het doel is om zoveel mogelijk punten te verzamelen. Dat doe je door straatjes te maken in de 4 verschillende kleuren. Degene die de meeste heeft tegen de tijd dat deze stapel op is, wordt de winnaar. Dus laten we maar eens een potje gaan kaarten. Als een speler aan de beurt is, dan gaat hij altijd beginnen met de kaartfase. En dat wil zeggen dat je de bovenste kaart van de stapel omdraait. En nadat je de eerste kaart hebt omgedraaid, ga je kiezen of je doorgaat. Dat betekent dat je nog een kaart erbij legt. Of stopt. En als je stopt, heb je keuze afhankelijk van wat er op tafel ligt. De waarden van de kaarten zijn 1 tot en met 9. Het gevaar is echter, als je te lang doorgaat, dat je jezelf stuk speelt. Je flopt. Dat gebeurt op het moment dat de totale waarde van alle getallenkaarten bij elkaar opgeteld 11 of meer is. Of alternatief, er zitten in deze stapel ook kaarten met geldfiches. Als de totale waarde van de geldfiches bij elkaar opgeteld 11 of meer is, dan flop je. En als je flopt, gebeurt er natuurlijk iets anders dan dat je er zelf voor hebt gekozen om te stoppen. Dat zijn de 2 dingen waar je rekening mee houdt. Voordeel is wel, de waarde van geldkaarten wordt afgetrokken van getallenkaarten. Dus in dit geval zou ik 6 hebben liggen. Maar ik durf nog een kaart erbij te leggen. Dus er komt een 2 in geld bij. Dus dan is de totale waarde van mijn getallen is nog maar 4. 6 min 2. Nou, 4, dan durf ik misschien nog wel een kaartje open te leggen. Nou, in dit geval gaat het mis. Dus dan flop ik. Wat gebeurt er als je flopt? Als je flopt gaan alle getallenkaarten naar de markt. Dat is een gebied waar iedereen kaarten vandaan kan kopen. De andere spelers krijgen geld gelijk aan de geldkaarten die er liggen. Dus in dit geval zou Googly Eyes 2 geldkaarten krijgen. Daarna gaat de geldkaart naar de aflegstapel. En de speler die flopt krijgt een flopfiche. Prachtig woord. En een flopfiche moet je zien als een geldwaarde van 3. Dus die zijn, dat is een beetje compensatie. En dan is de volgende speler. Nou, die zegt, ik begin gewoon lekker weer met de kaartfase. Je mag op elk moment stoppen. Ik ga even ervoor zorgen dat er een paar kaarten liggen, zodat we een beetje een fatsoenlijk voorbeeld hebben. In dit geval ligt er een totale waarde van 9 min 3, dus 6 punten. Als we kijken naar de getallenwaarde. Dus dan zou je nog even verder kunnen gaan. Maar er liggen wel 3 punten in geld. Nou, in dit geval, als je verder gaat, wordt het natuurlijk wel heel erg tricky. We doen het niet. Voor het voorbeeld kiest Googly Eyes ervoor om te stoppen. En als je stopt, mag je kiezen uit 1 van de 2 setjes kaarten. De getallenkaarten of de geldkaarten. Kies je de getallenkaarten, dan neem je alle getallenkaarten en daar ga je rijtjes mee vormen.
Nou, in het begin heb je daar nog niet zo heel veel bij. Je weet dat de lagere getallen meer in deze stapel zitten dan de hogere getallen. Als je de getallenkaarten kiest, krijgen alle andere spelers de waardes van de geldkaarten. Dus ik zou in dit geval weer 3 geld erbij krijgen. Er is een limiet. Je mag maximaal 10 van die zwarte fiches hebben. Meer geld kun je niet krijgen. Dan gaat de geldkaart naar de aflegstapel. En daarna, als je de getallenkaart kiest, komt er een marktfase voor de actieve speler. En zou die een van deze kaarten mogen kopen. En om een kaart te kopen, moet je de waarde van de kaart betalen in fiches. En daar kun je dus ook je flopfiche voor gebruiken, die 3 waard is. Maar je kunt ook kaarten die je niet waardevol vindt afleggen. En elke kaart die je aflegt is ook 1 geld waard. Dus Googly Eyes zou bijvoorbeeld zijn 6 fiches in kunnen zetten om deze te kopen. Maar op dit moment is dat nog niet waardevol, dus die kiest ervoor om niks te doen. Alternatief, als je ervoor kiest om te stoppen, kun je ook alle geldkaarten kiezen. Dan gaan alle getallenkaarten naar de markt. Jij neemt de waarde van alle geldkaarten, in dit geval zijn dat er 3, en de geldkaart gaat naar de aflegstapel. Ook dan, net als bij het floppen, is er geen marktfase. Die is enkel en alleen als je de getallen pakt met je actie. Dus dat zijn de 3 opties waar je uit kan kiezen. Als je stopt kun je kiezen voor de getallenkaarten, dan krijg je marktfase. En de andere spelers krijgen het geld van de geldkaarten. Of je kiest voor de geldkaarten, dan gaat de getallenkaarten naar de markt en krijg je het geld. Of je flopt. Dat betekent dat je een flopfiche krijgt, alle getallenkaarten gaan naar de markt en alle andere spelers krijgen het geld van geldkaarten. En zo gaan we vrolijk verder. Nou, ik ben weer, ik draai een 9 open. Nou, dan vind ik het een goed moment om te zeggen, ik stop maar gelijk. Dan is er een marktfase. Nou, ik heb nu de groene 9, de 7 erbij, dat vind ik nog wel de moeite waard. Dus ik betaal in totaal 7 fiches. En ik koop de groene 7 uit de markt. En die leg ik hier een beetje bij om aan te geven dat ik een rijtje probeer te maken. Googly Eyes is weer, die opent een kaart, geldkaart, die zegt dat is niet belangrijk. Kijk, en die hoopte ik te zien. Dit zijn de zogenaamde jokers. Je hebt jokers die staan voor een getal. Dus dit is een 2 in een kleur naar keuze, mag je aan het einde van het spel bepalen. En je hebt ook jokers, daar staat een hekje op. Die vormen een getal naar keuze, in dit geval in de kleur oranje. Als er zo'n jokerkaart komt, vindt er onmiddellijk een veiling plaats voor de jokerkaart. Googly Eyes was aan de beurt. Dat betekent dat de speler links van Googly Eyes, in een 2-spelerspel gewoon de andere speler, die mag als eerste een bod uitbrengen. De veiling is simpel. Elke speler krijgt 1 keer de gelegenheid om een bod uit te brengen. Dat moet hoger zijn dan het vorige bod. Of je past. En degene die het hoogste bod heeft, die wint. Nou, ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik ben bereid om 2 geld te betalen voor deze 2. Dan is het aan Googly Eyes om te zeggen, ik ga eroverheen. Met bijvoorbeeld 3 geld. Of ik pas. Nou, die kiest ervoor om eroverheen te gaan. Dus die betaalt 3. En dan krijgt hij die joker gewoon. Nogmaals, die kun je aan het einde van het spel neerleggen waar je hem handig vindt. En daarna gaat hij gewoon verder. Nieuwe kaart opendraaien. Weer een joker. Weer een bieding. Nou, deze wil ik wel graag hebben. Dat is een joker in geel of in oranje. Dus ik bied 3. Googly Eyes zegt van, nou ja, het gaat wel een beetje hard met mijn geld. En het is wel mooi als jij niks meer hebt, dus die past. Dus ik betaal 3 en ik krijg deze joker. En we gaan door. Een 8. Nou, 8 min 2, dus hij zit pas op 6. 11 of meer en dan flopt hij. Die 8 wil ik natuurlijk heel graag hebben. Nou ja, het is Googly Eyes zijn beurt. Nou, die kiest ervoor om de 8 te nemen. En ik krijg daardoor weer 2 geld. Dus hij stopt zelf en neemt hij. Dan mag hij ook nog iets kopen. Nou denkt hij, voor 1 geld koop ik mooi een gele 1. En dan zet ik mijn joker 2 alvast naast. Dan heb ik alvast een rijtje van 1, 2. En dat is de volgende weer. Nou, en zo gaan we verder tot uiteindelijk de laatste kaart van de stapel opengedraaid wordt. Die beurt wordt afgemaakt. En dan gaan we naar de eindscore. En aan het einde van het spel, en dan gebruik ik even het voorbeeld uit het spelregelboekje voor. Kijk je naar de langste straten die je hebt per kleur. In dit geval hebben we in blauw 6 opeenvolgende getallen. Dat is 6 punten. Groen hebben we 1 tot en met 9. Dus dan hebben we een complete set. Daar krijg je 9 plus een bonuspunt 10 punten voor. In roze hebben we
5 op een volgende getallen is 5 punten. En hier hebben we een setje van 2 en een setje van 3. Nou, 3 is het grootste setje, dus dan krijgen we nog 3 punten. En dat levert een eindscore op. En degene met de meeste punten is de winnaar. En op die manier wordt 10 gespeeld. Ten is een kaartspel wat in mijn ogen misschien net te veel regels wilde hanteren ten opzichte van wat het uiteindelijk biedt. De basis is redelijk simpel. Je hebt een beetje push your luck, hoe ver durf je te gaan. En afhankelijk van of je jezelf flopt of op tijd weet te stoppen, krijg je keuzes. Het voordeel is, je hebt altijd wel iets wat je eruit haalt. Maar het risico is, misschien geven we andere spelers precies datgene waar zij op zitten te wachten. Maar ja, aan de andere kant, elke keer met één kaartje er vandoor gaan, zal je de overwinning ook niet geven. Dus af en toe een risico nemen is waar het hier om draait. Hoeveel kaarten durf jij open te leggen? En wat komt er naar voren? Maar daar zit natuurlijk een enorme willekeur in, want het is nogal een stapel. En je weet nooit precies wat er aan zit te komen. Maar dat is een probleem waar we allemaal mee te kamp hebben. Soms gaat dat lekker en soms gaat dat minder. Wat ik wat zwakker vond, is dat het best wel veel kleine regeltjes heeft. Want als je past, dan kun je dus kiezen, neem ik het geld of neem ik de getallenkaart. En als je de getallenkaarten neemt, dan krijgen de andere spelers het geld. Maar heb jij wel weer een marktfase. En als je de geldkaarten neemt, gaan alle getallenkaarten naar de markt. Maar heb je geen marktfase. Tussendoor zijn er nog kleine biedingen voor de jokers. En als je flopt, krijgen alle andere spelers weer. Dus er zitten best wel veel dingetjes in waar je rekening mee moet houden. En voor mij, omdat ik zoveel spelregels lees, is dat nog redelijk te overzien. Maar dat kan absoluut een drempel vormen als je gewoon een kaartspelletje wil spelen. Dat je toch bij elke stap weer even na moet denken van oké, wat zijn nu ook alweer mijn opties? Er zit natuurlijk een stroomschemaatje en een korte uitleg bij op dit kaartje. Dus je hebt een reference voor je neus. Maar het voelt niet helemaal intuïtief. Je vergeet snel een detail, bijvoorbeeld je limiet van 10 geld of dat je kaarten mag betalen om andere kaarten uit de markt te kopen, maken best wel veel regeltjes. En dat doet wat met de toegankelijkheid. Wat ik wel sterk vind is de schaling. Het speelt leuk met 2 spelers en speelt met 4 of 5, 3, 4 of 5 speelt het ook goed. Bij 2 spelers is het biedmechanisme iets minder spannend, maar kun je wel wat tactischer spelen. En bij een grotere groep wordt het bieden juist leuker en is de tact iets minder, omdat het de meer beurten tussen jouw volgende zet zitten. Dan kan er wat meer gebeuren en dan kun je iets minder op anticiperen. Maar beide leveren gewoon een vermakelijk spelletje op. En dat alles maakt dat Ten een oké kaartspelletje is. De mechanismes die erin zitten, die zijn leuk. Je hebt wat push your luck, hoe ver durf je te gaan met het opendraaien van de kaarten. We hebben een biedmechanisme door je wat interactie houdt, ook als je niet aan de beurt bent. En we zijn setjes aan het verzamelen. En die verzameldrift is natuurlijk altijd plezierig. De spelregels maken dat het niet echt een instapper is. En de geluksfactor zorgt ervoor dat, afgestekend tegen alle regels, dit spel uiteindelijk voor mij een 6 krijgt. Not Spell and Zolder.